Ik heb wel een plan wat ik over een x aantal jaar zou willen bereiken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet een heel plan van nou, over 4 jaar wil ik per se daar zijn, 5 jaar per se daar. Ik vind het wel leuk als ik zeg maar steeds meer uitdaging krijg, dus steeds meer doorgroei. Ik ben daar langzamerhand, ik ben ooit begonnen en ik dacht van dat is allemaal planbaar en heel erg goed te doen. Niks van terechtgekomen. Nee. Nee. Ik vind het sowieso goed om een loopbaanplan te hebben. En als je dat verankert, dan vind ik het zelfs nog beter. Omdat je het je houvast biedt en ook input kan leveren voor het gesprek met je leidinggevende. Dus ja, ik vind het heel erg belangrijk. Dat adviseer ik ook alle medewerkers. Ga niet zitten afwachten tot je leidinggevende daarmee komt. Maar zorg wel dat je zelf achter het stuur zit en daar het heft voor in handen neemt. Ik denk dat een plan ook voortdurend met jou mee ontwikkelt. Dus zowel het plan als de omgeving verandert met je mee. En je kan het aanpassen. Op het moment dat je goede gesprekken met elkaar hebt en een open, transparante relatie hebt met je manager, dan hoef je niet altijd alles dichtgetimmerd te hebben en vastgelegd te hebben in een loopbaanplan. Wij hebben allerlei instrumenten en professionals aan boord die jou daarin begeleiden. Los van je leidinggevende en je eigen persoonlijk ontwikkelingsplan word je daarin gefaciliteerd door professionals. Maar ook stellen we daar gewoon een opleidingsbudget, maken we daarvoor vrij om jou te helpen in je ontwikkeling en om je doelen te bereiken, zodat dat jij groeit, maar daarmee wij ook groeien. We worden alle twee beter van. In een goed loopbaanplan heb je allereerst neergezet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt en wat jij nodig hebt om dat te bereiken. Maar je kan altijd bijsturen. En dan is het een goed loopbaanplan. En het is niet altijd maakbaar, want er kunnen allerlei dingen in je leven gebeuren waardoor de mooiste planning onderuit gaat. En dan is het belangrijk dat jij altijd een plan B of een plan C hebt. En dat je ook de zijwegen in durft te gaan en niet alleen de hoofdwegen durft te volgen. Maar je hoeft helemaal niet altijd een loopbaanplan te hebben. Als je in de bladen wel eens een interview leest met CEO's en andere belangrijke mensen, dan zeggen ze bijna altijd dat ze nooit iets gepland hebben. Dat ze wel hun intuïtie hebben gevolgd en dat ze daardoor gekomen zijn waar ze zijn gekomen. Helemaal zonder loopbaanplanning. En ik denk ook dat het waar is. Als jij in je loopbaan de top wil bereiken, hou dan goed in de gaten dat het om jouw top gaat en niet om de top van de organisatie. Durf zichtbaar te zijn. Doe je mond open tijdens een vergadering en niet alleen als het over je vak gaat, maar ook over andere dingen waarover jij iets wil zeggen. Neem zelf initiatieven. Ga niet zitten afwachten tot iets naar je toe komt.